Ik ben Nog van Lethal Sports en vandaag ben ik gejoind met mijn trainingspartner Ikra. Vandaag gaan we het hebben over de basics van een opstoot. Een opstoot is een stoot die van beneden naar boven toe gaat. Dus over het algemeen ziet hij ongeveer zo uit. Je hebt meerdere soorten opstoten en dat gaan we zo meteen bespreken. Maar wat belangrijk is bij een opstoot is een beetje hetzelfde logica als met de rechts directe of een cross in dit geval. Als ik hem inrij, heb ik een bepaalde volgorde. 1, 2, 3, 4. Dus ik maak er 4 à 3 stappen van. Dus we zijn hier. 1, 2, 3. Je ziet ook dat ik mijn linkerhand hoog hou. Je wilt altijd de ander bij je dekking hebben. Dus als eentje gaat, komt eentje terug. Als ik nu bijvoorbeeld een linkerhoek geef, komt deze weer terug. Ja, dus onthoud dat als de een gaat, de ander terug. Dat soort wanneer gooi je? Een opstoot is een hele goede optie om de angles te verwisselen. Bijvoorbeeld, ik geef 3 hoeken, komt in het midden vaak een vrije plekje om te raken. Waarom? Hij zit hier te blokken. Zorg dat je niet van één richting alleen maar aan het afvallen bent, of op één manier. Als ik alleen maar hoeken ga gooien, gaat Ikra mij ook doorhebben. Dan kan ik ook reageren. Maar als ik hier ben, 1, 2, boom, en een opstoot door het midden geef, ben ik al meer onvoorspelbaar. En dus is mijn combinatie ook effectiever. Dus opstoot is een hele goede manier om het ritme te breken of om je combinatie van meerdere aspecten te verbeteren in angles. Nou, wat voor opstooten heb je eigenlijk? Je hebt de korte opstoot en de lange opstoot. Een korte opstoot is een beetje alsof je bolt, maar dan niet een lange wordt maakt, maar een korte. Je bent op een kleine manier aan het bolen, laten we het daarop houden. Dus zoals ik al net zei, 1, 2 en nu. Je achterste schouder in dit geval naar voren toe en je komt omhoog. Ik ga niet helemaal gestrekt. Ik ga ook niet helemaal gebogen. Ik zit er net tussenin. Boom. En dan ga ik weer terug. Voor een linkeropstoot is dat een beetje hetzelfde, alleen je hebt iets meer vlak om te draaien. Vaak kom je ook eerst naar voren en geef hem dan pas bijvoorbeeld naar een hoek of naar een stip. Dus als hij bijvoorbeeld ergens direct geeft, boom, en dan kan je hem geven. Omdat je dan lekker opgeladen bent om hem hard te geven. Een lange opstoot is meer steken met je stoot. Wat bedoel ik daarmee? Stel, ik geef je rechts een lange opstoot. We hebben hier een beetje afstand. En Ikra wil naar mij toe komen. Dat is of een korte opstoot goed of een lange opstoot. Maar blijft hij staan op een lange afstand, kan ik beter een lange opstoot geven. Tenzij ik goed kan naar binnen kan komen. Dus nu, ik geef bijvoorbeeld een links directe. En nu doe ik weer hetzelfde, maar in plaats van deze motion maken, want dat haal ik nu niet, ga ik halverwege nog niet indraaien en steek ik hem naar voren. Dus ik kom schuin omhoog. Dus nog één keer. 1, 2. En ik raak hem met mijn knokkels. Effectief als je je afstand een beetje wil bewaren. Of wilt laten lijken alsof je een cross geeft. Of niet zeker weet wat je moet doen met een normale opstoot of een cross. Dus we zitten dan gewoon tussen. Oké, iedereen. Dat was de video van vandaag. Hopelijk hebben jullie iets geleerd of verbeterd in wat jullie al wisten. Als het zo is, like en subscribe. Laat ons weten als je vragen hebt in de comments daar beneden. En tot de volgende keer.